Hallo, hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe vlog. In deze vlog ga ik boodschappen doen, maar niet voor een hele week, maar voor Oeganda. Ik ga over 3 dagen, wel geteld, naar Oeganda voor een maand. Nou, dat betekent dat ik dus de laatste paar dagen echt gewoon heel veel restjes weer aan het opmaken was. En dus nu ook geen groente en fruit ga kopen, want dat doe ik allemaal wel weer als ik daar ben. Maar er zijn een aantal dingen goedkoper in Nederland dan in Oeganda. Dus die dingen wil ik vooral even meenemen in mijn koffer. Maar niet alleen wil ik jullie meenemen in de boodschappen die ik ga doen voor Oeganda. Ik wil jullie ook meenemen in What I Eat in a Day. En het stomme is, mijn hoofd zat duidelijk al in Oeganda. Want vanochtend was ik bezig met de shots aan het maken. Alleen had ik even niet bedacht dat dit natuurlijk een grotere vlog wordt. Dus alles horizontaal moet en niet verticaal. Maar hey, ik dacht, we plakken het hier even overheen en dan leg ik uit wat ik vanochtend heb gegeten. Nou, dat was een smoothie van blauwe bessen en banaan. Mijn vriezer is een beetje stuk, dus ik dacht, laat ik toch maar even de blauwe bessen eruit halen. En die lekkere blenden tot een smoothie. Ik heb er dus 2 flessen van over. En eentje heb ik zojuist gegeten. Echter wilde ik dit met appel eten, alleen toen ik hem opensnee, was de appel niet echt dat je zegt, joe, lekker. Dus ik heb er uiteindelijk druiven in gedaan en het was best wel een prima combi. Ik moet zeggen dat ik as we speak wel weer een beetje trek begin te krijgen. Dus ik heb duidelijk niet genoeg gegeten. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat deze smoothie mij heel veel energie gaf. Ik merkte dat het witte brood met hagelslag van de afgelopen dagen. Overigens, dit is dag 38 dat ik film, maar het kan zomaar zijn dat we even straks terug in de tijd gaan met alle mini What I Eat in a Day vlogs of budget vlogs. Omdat dit later in de week is gefilmd. Dus dan kan je mij nog wit brood met hagelslag zien eten voor de miljoenste keer. Goed, ik heb nog €26 over. Ik zie dat het fantastisch weer is buiten. Nope, het is aan het regenen. Maar dan mag de pret niet drukken. Ik ga wel naar de Lidl lopen. En waarom? Dat leg ik jullie buiten uit. €26. 40 kilo wat ik mee mag nemen. Wat neem ik mee naar Oeganda wat goedkoper is hier dan in Oeganda? Nou, lieve mensen, ik ben weer thuis en ik heb boodschappen gedaan. Ik was uiteindelijk €18 kwijt bij de Lidl. Ik heb alles bij de Lidl kunnen halen. En toch wel 2 tassen vol. Wat heb ik allemaal gekocht? Ik heb deels dingen gekocht voor onderweg, zeg maar in het vliegtuig. Want ik vlieg maandagochtend tot maandagavond. Ik zit 11 uur lang in een vliegtuig. En ik heb dus nog nooit in mijn leven, zeg maar, overdag zo'n lange tocht gemaakt. Wel 's avonds, maar nooit, overdag dus. Dus ik dacht, ik moet ook even een rantsoen hebben. Of zoals ze in België zouden zeggen, proviant. Proviant voor onderweg. Volgens mij is proviant altijd voor onderweg. Zijn er mensen uit België die dat weten? Laat het me weten in de comments. Ik heb gekocht. Hier zat in een pretzel. Ja, die is op miraculeuze wijze verdwenen. Niemand weet waar die heen is. Verder heb ik gekocht meloenstukjes. Ik dacht, dat vind ik wel lekker, want ik ben rond 10 uur vlieg ik dus. En eigenlijk 10 voor 11, zeg maar. Op dit moment zal ik nu de lucht in gaan. Nou, als ik nu nog had moeten wachten tot het ontbijt. En ik heb het vermoeden dat ik op Schiphol niet echt een vegan ontbijt kan scoren. Althans niet in het zoete thema. Wel ga ik, maar dat hebben jullie kunnen zien in de vlog op mijn Engelse kanaal. Ik ga lekker bij de Starbucks een koffie halen. Mocht je trouwens mijn Engelse kanaal nog niet volgen, ik zal hier even de link doen van de video waarin ik mijn koffer pak. Dus dan zie je ook dat dit allemaal meegaat en wat er nog meer meegaat. En daarin laat ik ook mijn reis naar Oeganda zien. Dat is de allereerste vlog van de Oeganda-reeks. Dit ga ik dus onderweg lekker eten. Dan heb ik pretzels. Ik dacht, ik hou van zout, dus ik heb een zout snack nodig. Maar omdat ik ook dacht, op een paar stukjes fruit kan ik niet leven tot 10 uur 's ochtends, heb ik even wat rijstwafels met chocola gehaald. Of dit me echt gaat vullen, weet ik niet. Ik zit nu zelfs te twijfelen om nu al even wat te nemen. Maar goed,
Wat ik zei, ik ga vast waarschijnlijk nog hier en daar wat snacks kopen op Schiphol zelf. Maar dan heb ik in ieder geval iets. Ik moet natuurlijk wel testen of dit wel goed is als het vliegtuig ingaat. Oh, ik ben een beetje te pijs. Die van de Albert Heijn zijn lekkerder. Dit kopen we nooit meer. Maar ik zal het braaf opeten. Dan naast de pretzels dacht ik een wortel gesneden en geskrapt. Is altijd prima. Lekker even, want ik denk dat ik op een gegeven moment ook gewoon dorst krijg in het vliegtuig. En dan wil ik gewoon even iets niet met zout. Dus gewoon even een worteltje. Ja, heel stom. Mijn wasmiddel is op. Dus ik heb even een nieuw wasmiddel gekocht. Ik ben niet groot fan van wasmiddel uit een plastic fles. Aangezien ik toch een soort van duurzaam probeer te leven. Ja, ze gaat vliegen. Ik weet het, het is niet heel goed voor het milieu. Maar ik probeer dan alsnog gewoon plastic te doen. Dat. Ik weet ook niet eens of het vegan wasmiddel is. Dat zit ik me nu ineens te bedenken. Nou, goed verhaal dit weer. Ik heb in ieder geval wat snel wasmiddel nodig. Dit is een eenmalige actie. Hierna ga ik weer over op mijn duurzame en vegan wasmiddel. Maar die was op. En die moet ik bestellen. Dat komt anders pas volgende week. En dat is te laat. Dan heb ik hier 2 pakken sojadrink. Want in Oeganda, schrik niet, 1 pak sojamelk kost 20.000 Oegandese shilling. Nou zegt dat jou misschien niks. Maar 20.000 Oegandese shilling is 5 euro. 5 euro! Je moet zeg maar denken, 4.000 Oegandese shilling is ongeveer 1 euro. Nou, deze waren samen 2 euro. Ja, het is echt belachelijk. Maar goed, vorig jaar heb ik dat elke keer, 1 keer in de week kocht ik dan zo'n pak. En dat was dan echt zo'n weekend treat. En nu dacht ik, ik neem gewoon in ieder geval 2 pakken mee. Paul kennende gaat dit maar 2 dagen mee. Ik hoop dat het 2 weken meegaat. Hetzelfde geldt voor deze augurken. Ook augurken zijn in Oeganda 20.000 Oegandese shilling per pot. Oftewel 5 euro. En ik heb dat ooit een keer gekocht voor een salade had ik toen gemaakt. Met biet. En Paul vond dat zo fantastisch. En die zei, oh, dit moet je echt vaker halen. En ik dacht, ja, met alle liefde. Maar 5 euro voor een pot augurken, ik vind dat nog wel een beetje overpriced. Dus ik dacht, dan koop ik... Ik heb het idee, ik dacht dat het glas was, maar nu... Nou, ik hoop dat het heel blijft. Nee, grapje, ik ga het niet op de grond smijten. 5 euro voor augurk vind ik nogal duur, dus wederom 2. Ik neem ook 2 koffers mee, dus ik dacht, dan verdeel ik het gewicht. Pot augurk in de ene en pot augurk in de ander. Soja, soja. Zo gaan we dat doen. Ook in mijn handbagage, ja, deze pecan coconut chocola. Want a girl never can have enough chocolate in her life. In Oeganda zijn ze heel christelijk. En het leuke vind ik daaraan, als je met paas op straat loopt, dan zegt iedereen Happy Easter, Happy Easter, Happy Easter. Maar je kan geen paasei vinden. En dus heb ik die even gehaald. Dit is volgens mij echt iets Nederlands. Tenminste, misschien is dit ook wel in andere Europese landen of het is iets Europees. Dat weet ik niet. Maar in Oeganda vind je het in ieder geval niet. En ja, daar vind je wel chocola voor de beide handjes die nu gaan zeggen, het is daar ook veel te heet voor chocola. Nee, je vindt daar wel gewoon chocola. Dus alleen geen chocolade paaseieren. En dit was dus alles wat ik heb gekocht voor naar Oeganda toe. Verder ga ik eigenlijk, ja, ik ga nog wat cadeautjes kopen voor mensen. Maar verder niet echt iets speciaals meer. Qua eten in ieder geval, want ja, daar kan ik ook gewoon vet veel kopen. Verder zou ik jullie nog meenemen de hele dag wat ik allemaal eet. En ik ga straks, elk moment, ga ik weer de deur uit om bij mijn gastgezin te gaan nannyen. Ik ben nu dus nanny en daar werk ik vandaag 3 uurtjes, want het oudste kind is jarig. En toen zei ze, vind je het erg als je minder werkt? Ik zeg, nou, ik heb op zich nog wel genoeg te doen. Dus dat ga ik doen, maar dan ga ik wel lunchen. Of ik dat ga filmen, weet ik niet. En anders zien jullie mij weer als ik thuis ben. Tot zo! Dag lieve mensen, het is een paar uur later. Ik heb inmiddels opgepast. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb mijn was gedaan. Het is nu bijna 4:30 en ik begin trek te krijgen. Ik heb eigenlijk al de hele dag zin in chips, want ik dacht, ja, ik moet toch een soort van mijn... Ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. Moet ik het vakantie noemen? Nee, ik had bedacht, terwijl ik liep, dat ik dacht, nee, dit is de werken voor mezelf periode. Dus ik mag weer een maand lang alleen maar werken voor mezelf. En daar ben ik altijd heel erg excited over. En om dat te vieren heb ik even wat bugels gehaald. En ik had nog cola in huis.
Dit restje gaan we sowieso even opmaken. En vanavond gaan we het nog veel beter vieren. Cheers! En ik heb nog een komkommer. En die gaan we even opzetten. Ik dacht, als ik nu gewoon een combinatie doen van wat chips en komkommer. En dan de rest bewaar ik voor na het avondeten. Ja, ik ben een soort blije kleuter die aan het wachten is totdat Sinterklaas komt of zo. Ik heb geen idee. Hè? Ik ben zo enthousiast. Ik ben de hele week, is mijn concentratie nou weg. Ik ben helemaal hyper. Ik slaap slecht. 'S Ochtends word ik moe wakker. En nu, ik heb nog geen slok cola op. Ik heb cola ook absoluut op dit moment niet nodig voor de cafeïne. Misschien kan ik het beter ontwijken. Want ik stuiter door het dak heen. Oh, oké. Ik ga zelf snippen. Chips in een bakje doen. Oh, mijn brein. Ik moet ophouden, want ik kan uren lullen. Nou, joe. Kijk, dit is gewoon hoe ik het leven zie. Chips, komkommer, water en cola. Ik heb gewoon altijd meer. Ik wil dit gewoon. Ik heb dit nodig. Ik hou gewoon van dit. Ik heb zin in iets zouts, maar ik heb ook zin in iets fris. Ik heb zin in iets zoets, maar ik heb ook gewoon af en toe dorst. En daarom is dit een goede combinatie. Zijn er meer mensen die dit doen? Laat het weten in de comment. Ha! Het is heel heet. Maar dit is wat ik verder ga eten vandaag. Dit is een soort ratatouille iets. Nou ja, ik heb dit ooit in een video gemaakt. Zondag ga ik een video maken waarbij ik laat zien nog wat ik eet. En ik ga jullie vertellen hoeveel ik nou uiteindelijk heb uitgegeven bij deze hele budget challenge. Ook de dingen die ik uiteindelijk niet heb meegerekend, zoals cadeautjes. En ik moet zeggen, er is zeker meer geld uitgegaan dan de budget. Maar het valt nog mee. Maar dat zien jullie allemaal woensdag. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Mijn chaos to the max. Nou ja, zoals ik al zei, mijn brein die is in Oeganda. Ik praat voordat ik denk, het is chaos in mijn hoofd. Ik ben er nog nooit op gediagnosticeerd, maar ik weet bijna wel zeker dat ik een vorm of, nou ja, wel ADHD heb. En weet je, I embrace my ADHD. I love it. ADHD mensen zijn ook gewoon de leukste mensen. Die zijn creatief. Zijn aanwezig. Bam. Thanks. Tot woensdag. Vergeet niet te abonneren, daar help je mij enorm bij. En ik zie je snel. Joejoe.